Hallo iedereen, welkom terug bij ErfurtsNL. Mijn naam is Lars. En mijn naam is Nick. En welkom terug in de wereld van Feed the Beast. Waar ik vandaag een prototype om rearrange ga maken. Want ik ben erachter gekomen dat die gewoon alles kan. Kan. Dus dan heb ik niet al die verschillende ranges hiermee nodig. Die werkt gewoon met alle soorten ranges. Het enige probleem is dat we aan lichtblauwe wol moeten komen, Nick. Lichtblauwe wol? Ja, ik heb hier wel blauw. Maar volgens mij kan ik met die, hoe heet dat ding? Ik weet niet wat dat ding heet. Een minium stone? Ja. Volgens mij kan ik met de minium stone de kleur van de wol veranderen. Ben gewoon daar? Ja. Dat zou wel echt... Alleen ik ben de minium stone weer kwijt. Dat is dan weer niet handig. Yes, ik heb hem gevonden. Eens even kijken hoe dat werkt. Kan ik de minium stone doen en de wol hierin? Nee, ik moet hem geloof ik neerzetten en dan kan ik de kleur veranderen. Oké, ik ga het proberen, Nick. Ik wens me succes. Succes. Dank je. Bruine wol. Groene wol. Rode wol. Zwarte wol. Witte wol. Oranje. Paars. Lichtblauw. Wow. Yay. Het heeft gewerkt. Ah, dat is echt mooi, hè? Dat is echt mooi. Ja. Oké, hij is best duur. Deze wrench, want hij heeft 2 diamanten kost hij. Maar dat kunnen we... op dit moment wel betalen. Ja, we moesten toch zo. Oh, dit is lichtblauw. Dit is niet cyan of zo. Wie? Cyan? Cyan. Cyan. Oh. Is dat deze? Ik hoop het. Eens even kijken. Welke kleur is dit? Yay, ik heb nu de goede. Oké. Ik zie het verschil niet, maar dat kan aan mijn ogen liggen. Ik ben namelijk deels kleurenblind, dus... Oké. Yes! Het werkt! Oh, Nick, hij werkt. Dat is wel echt pittig fijn. Ja. Ik kan nu al deze dingen oppakken zonder dat ze kapot gaan. Die generator kan niet kapot... Oh, jawel, misschien wel. Zo. Zo. Mooi, ik heb ze allemaal, Nick. Oh, je kan ook levers verplaatsen en zo. Oké, mooi. Mooi, mooi, mooi. Wat is het plan nu, zou je denken? Nou, het plan is om even al dit leeg te halen. Nemen we dat allemaal mee naar de nieuwe basis. Ik ga gewoon daar als eerste een quarry op zetten en daarna een huis bouwen pas. Nick, die is andersom. Die bouwt altijd eerst een huis en die wil altijd eerst settelen. Ja. Dus, oh mijn god, ik ben zo dom geweest. Waarom heb ik dit gedaan? Dat heb je gedaan. Ik heb een kist kapot gemaakt waar al die dingen in zaten. Shit, wat heb ik niet nodig? Zand heb ik niet nodig. Waarom heb je dat gedaan? Niet nodig. Template. Advanced. Alloy. Oké, volgens mij heb ik alles in die kist gedaan. Wat een gedoe. Oké, dit heb ik niet nodig. Dat heb ik niet nodig. Dat heb ik niet nodig. Die heb ik niet meer nodig. Die heb ik niet nodig. Dat heb ik niet nodig. Landmarks, die heb ik zo meteen wel nog nodig. Ik denk dat ik hiermee op pad ga, Nick. Dan ga ik de quarry daar gewoon alvast aanzetten. Ja. En dan... dan zie ik wel hoe het loopt. Goed idee. En dan ga ik daarna ondertussen... kan ik dan al die andere dingen gaan halen. Ja, dat is een goed idee. Even kijken. Hoe ga ik dit doen? Ik ga in de muur wonen. Logisch. Waarom? Omdat ik dat mooi vind. In de muur? Nou, zeg maar onder mijn... Kan je eindelijk een keer een mooi huisje maken? Gaat die ja, dan komt er ook. Maar daar komt dan zeg maar mijn soort van werkhuisje. Ah. Waar ik dingen farm en... Nee, oké. Het is jouw ding. Het is jouw ding. Ik moet mooi mee. Het is jouw ding. Mooi. Ik ga niet zeggen of ik het mooi of goed vind of lelijk of slecht. Zo ben ik niet namelijk. Ben je wel toch? Oké, eens even kijken. Ik heb nog wat kistjes nodig. Hebben we nog ergens kisten, Nick? Nee, want ik had net ook een nieuwe moeten maken.
hebben hier een kist gevonden. Kistjes. Ik ga gelijk alles goed sorteren, denk ik. Ja, dat wil ik ook gaan doen. Nee, waarschijnlijk niet. Ik ken mezelf. Toen ik het zei, dacht ik van, nee, dat zal het niet worden. Goed geprobeerd, maar het lukt me niet. Nee, oké. Wat ben ik aan het doen? Oh ja, kisten moet ik hebben. Kisten. Laat me niet kisten. Oké, hebben we anders hout ergens? Hout? Ja, zodat ik kisten kan maken. Voor staan die rubberbomen. Wat ik daar maar mee oppas. Ik heb bijna iets kapot gemaakt. Oh god, ik ben echt geweldig. Hiervoor staan de rubberbomen. Konden we niet diamantenkisten en zo maken? Ja. Hoe maak je die ook weer? Doe dan iron chesten. Waarom? Daar hebben we toch genoeg van. Van diamanten. Dat is altijd handig, diamant. Ik sloop hier wel een boom. Hier, deze zwevende boom die iemand niet heeft kapot gemaakt. Oh, het gaat niet goed met je keel. Ja. Ik heb zo'n hekel aan zwevende bomen, hè. Ja? Ja. Ik snap ook niet waarom dat eigenlijk in Minecraft is, dat er zwevende bomen. Jij doet het altijd, hè. Ja, maar ik had maar één houtblok nodig, even snel. En dan haalt hij de middelste weg. Ja, wat moet ik dan doen, de onderste? Nee, gewoon een hele boom weghalen. Ja, maar ik moest snel wat maken. Dat maakt me niet uit. En dan wordt hij boos op mij, omdat ik boos word erom. Mm-hmm. Herkenbaar, hè, jongens? Wat herkenbaar. Oké, we gaan die kant op. We gaan de quarry verplaatsen. Oh, kijk toch, een mooie quarry. Ik heb al een mooie nieuwe plek, joh. Quarry. Niet zo doen, dat is eng. Oké. Oké, Lars. Sorry. Oké. Die kant op. Wow, daar is een overhang. Oh nee, dat is waar we gaan wonen, inderdaad. Wow, dat is een mooie plek. Overhang. Ik ga denk ik hier mijn quarry ergens doen. Dat is een gave overhang. Oh, hier gaan we wonen. Ja. Hier ga ik mijn quarry neerzetten. Bar de quarry. Eens even kijken, de eerste landpark. Ik ga hem gelijk een hele grote doen, Nick. Echt een hele grote. Ja? Ja. Al meteen een goed begin. Mm-hmm. Zo, dirt weghalen met een schep. Dat is ook de goeie. Volgens mij kan ik hem nog groter doen. Ik ga hier doen. Zo, die weghalen. Dan doe ik hem hier aan. Zo, deze lijn is al helemaal goed. Ja, hopelijk kan hij zo ver. Anders moet ik hem iets kleiner maken, maar ik denk dat dit is hoe ik hem wil. Zo. Tunnel maken hierheen. Oh, mijn schep is er weer bijna kapot. Tot hier. Hopelijk kan niet zo ver. Even denken. Wat zou ik hier... Vandaar dat ik niet kon rennen. Mijn eten was op. Zo. Nee. Je had toch die automatische... Nee, dat heb ik niet. Oh. Had ik dat maar. Boom. Zo, dat is goed. Ga ik hier mijn quarry neerzetten. Hopelijk werkt die. Waarom doet hij het niet? Ah, vervelend. Het is er. Hij doet het niet. Is het te groot misschien? Is misschien te groot. Dan doe ik hem kleiner. Oké, ik ga hem kleiner doen. Nee, het is niet goed. Dat is ook niet de goede positie. Oh, al die dingen zijn natuurlijk gevallen.
Vervelend. Rennen. Oh. Wat? Ik dacht al. Ik ben aan het rennen. Waarom pest je me nou? Ik pest je niet. Jawel. Ik vind het grappig. Je pest. Hopelijk past dit. Yeah! Oh, dit is wel even groot genoeg. Oh, dit is mooi. Deze boom even weghalen. Zo. Ik heb de ruimte hier nodig. Even kijken hoor, hoe ga ik het verder doen? Zo. Allereerst ga ik het heel kort houden, denk ik. Zo. Waar had ik deze engines? Hier had ik de engines. Mooi. Eentje. Daar. 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 En daar. Kabels er langs. En hier komt dan de trap omhoog. Zo. Ik heb net nog een stuk zand op mijn land. Ja? Ja. Is dat goed of slecht? Ah, daar ben ik wel blij mee op zich. Ah, oké. Okay. Zo, tot hier. Dan moet ik de MFV ga ik neerzetten. Zo. Die moet ik even draaien. Moet je hem draaien dan? Die kant op. Of wat is in en wat is uit ook weer? Shit. Heel veel snel opzoeken. Snel. MFE. Shit, ik heb mijn ramen al dicht en je hoort nog steeds allemaal mensen buiten. Irritante mensen. Ja, irritante mensen. Ik zal ze doodmaken zometeen. MFE heeft... Even kijken hoor. Hoe is ze erg, die mensen op de achtergrond? Een klein beetje. Zo irritant. Ik weet alleen niet of hij nou... Wat er nou de ingang is en wat is de uitgang? Dat weet ik ook niet. Internal energy storage. MFE is redstone input, input and settings will be changed, clicking and so. En emits a current will destroy first tier copper cables, no farms with the low ones. Cold care ultra low current cable. Ik kan het niet verstaan, Lars. Ik ook niet. Oké, weet je wat? Ik test het wel gewoon. Volgens mij is die kant wat erin gaat. Dus dat moet dan zo. En dat is wat eruit gaat. Denk ik. En als het niet zo is, dan ontploft die. Uh-oh. Had ik nou een generator? Ja, generator gebruikte ik. Dan ontploft die? Ja. Dat is echt niet mooi. Ja, joh. Hier, één daarin. Die daarin. Kijken wat er gebeurt. Nee, hij staat verkeerd om. Dus dan moet ik hem weer even draaien. En nu staat hij goed als het goed is. Oh, godverdomme. Ik heb verkeerd gedaan. Hierheen, die kant eruit. Ja, hij doet het. Mooi. Nu moet ik alleen nog deze dingen aanzetten. Oh shit, ik moet oppassen dat ze als ze niet aanstaan. Zo. Oké, want als ze niet aanstaan en ze zijn krijgen wel energie, dan kunnen ze ontploffen, geloof ik. Alles kan ontploffen hier, is zo irritant. Waarom ontploft alles zo snel? Oké. Hieronder. Even hier komt dan een gang. Zo, volgens mij gaat hij nu werken. Deze toch hieronder ook? Ja, mooi. Hij is bezig, Nick. Ja? Macquarie is bezig. Zo. Oh, nu moet ik natuurlijk... Shit. Ik moet natuurlijk hier snel kisten dan hebben. Moet je weer poepen? Nee. Hou je mond. Ik moet weer shit. Shit, hou je mond.
Ik moet weer shit. Oké, okay, kisten neerzetten. Dit wordt niet heel mooi, maar dat maakt me niet uit. Zo. En dan kan ik hier tussen kan ik alles sorteren misschien. Ik moet even kijken hoe ik mijn huisje ga maken. Ja, wat dan? Nou, er komen steeds meer ideeën. Ja? Ja. En dat is goed of slecht? Aan de ene kant goed, aan de andere kant slecht. Ik wil hier diamanten hebben. Ja, ik wil daar alleen diamanten hebben. De rest. Ik wil daar diamanten hebben en... nee, ik hoef alleen daar diamanten. Ja. Dat was het. En dan haal ik deze. Ja, want ik heb nog niks anders nu namelijk. Dus er komt later nog wel meer bij. Maar dan moet ik dat eerst krijgen, snap je? Mhm. Snap ik. Zo, dood. Waar heb ik mijn gewone? Hier, cobblestone. Mooi. De quarry die loopt. Tenminste, is hij bezig? Pas op dat hij niet wegrent. Ja, hij is dingen leeg aan het raken. Oh, die vond ik leuk. Nou, dat is tenminste één iemand die hem leuk vond. Oh. Ja, daarom. Oké, ik ga nu dus... ik doe hier alvast die diamant gewoon in. Zo. Wat ik nu ga doen. Hier alle onderdelen. Dus dat is de kabels. De machines kunnen voor nu daarin. Deze. Die. Dat. Zo. Dat was hem. Dat is mooi. Oké, en nu? Nu denk ik dat we hier gewoon de aflevering gaan stoppen, Nick. Ja? Ik denk dat dit een erg mooi eind is. We zijn al langer doorgegaan dan dat we eigenlijk wilden. Oh. Dan ga ik even wat meer spullen halen en dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei!